Elke ruiter en de Amazone dus start op zijn eigen paard. Dus één omloop op je eigen paard en dan ga je dus op de paarden van de ander. Dubbeldam als eerste, de oud-Olympisch kampioen van 2000 in Sydney. Inmiddels 2 keer goud gewonnen bij het WK met de landenploeg. Donderdag dus met Oranje onder leiding van bondscoach Rob Erens. Die is hier natuurlijk nog. En Dubbeldam gaat beginnen. Hij krijgt luid applaus van de Fransen. De spanning op de tribune. Eerst dus op zijn eigen paard Zenit. Het parcours gaat dus over 8 hindernissen, waarvan 1 driesprong. Dus 10 sprongen, om het zo maar te zeggen. Iets korter dan normaal. Natuurlijk om de paarden een klein beetje te ontzien. Het is ook iets minder hoog, hè, Emiel? Ja, het is niet van de hoogte zoals gisteren, maar het zou ook niet ver zijn. Daar gaat Dubbeldam. Hij rijdt rustig. Langs het losrijterrein. Ja, dat is goed. De driesprong. Oeh, even contact, maar het gaat goed. En weer zo rustig, hè, Emiel? Ja. We moeten kijken hoe die tijd staat, denk ik, of niet? Ja, dat is wel belangrijk, 69. Maar ik denk dat ze de tijd wel reëel... gesteld hebben. Dat zullen we nu zo weten. Hij heeft nog bijna 18 seconden om naar de finish te rijden, dus dat zal lukken. Ja, want kom je daarboven, kom je boven de 69 seconden, dan krijgt hij een strafpunt. 6 sprongen naar die laatste. Ja, goed hoor. Uitstekend gedaan. 6 sprongen past mooi daar. Ja, heel, heel mooi voor hem past dat. Zeker mooi. Dat was ook zijn keuze. Hij had natuurlijk niet de mogelijkheid om te kijken. En, maar het is een heel mooi en belangrijk begin. Ik bedoel, als je met je eigen paard al fouten bent, dat is een mooi begin. Daarmee zet hij de andere, hoe je het ook bent of verkeerd, onder druk. We krijgen Rolf-Göran Bengtsson uit Zweden. Terwijl we even kijken nog naar de prachtige beelden van Zenit. Ja, je mag natuurlijk verwachten dat ze met hun eigen paard nul springen. Ze hebben al hogere parcoursen gelopen van de week, maar goed. Vermoeidheid gaat ook een rol spelen. Het moet zeker altijd nog weer gebeuren. En de paarden hebben al 5 parcours in de benen. Dus het moet even goed allemaal gebeuren. En maar nogmaals, dit zijn de beste ruiters en de beste paarden. Dus het verschil zal niet groot zijn dadelijk in het einde. We gaan kijken. Jeroen Dubbeldam op Orient Express. Het paard van de Fransman Patrice Delaval. Ja, ook frappant. 2 hengsten hier en deze 2 goedgekeurde hengsten in die finale. Ja, en dat kan ook wel eens moeilijker zijn, hè. De hengsten zijn toch een beetje mannetje, macho gedrag. Willen zich iets minder snel laten vertellen wat ze moeten doen. Maar goed, ook dat komt weer aan op het gevoel van de ruiter natuurlijk om daar goed mee om te gaan. Het even gemest. Dat voelde Dubbeldam in ieder geval goed aan en dat paard moest mesten. Ja. Dat is 1. Ja. Hij rijdt er goed op aan. Ja. Het ziet hetzelfde uit als het de Laveau aan het rijden is. Ook dat heeft hij in ieder geval goed opgepikt. Hier gaat het om, de driesprong. Oeh, gaat goed. Gaat goed, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. De eerste wiebelde wat in de lepels. Die had hij even aangeraakt. Dat is de okser. Ja, dat is goed. En toch rijdt hij weer keizerlijk heen nu. Recht op dat paard. In controle. Oh, oh, oh. Ja, ja! Fantastisch gereden. Fantastisch gereden. Oh, wat is het een ruiter.
Wat is het eruit? Nou, voor mij mag je nu de medaille al krijgen. Als je dit ziet, dan denk je, hij zit er al jaren op. Het is gewoon, de man heeft zoveel gevoel. En kan zich zo snel aan een paard aanpassen. Dat is gewoon genieten dit. Dat is om kippenvel van te krijgen. Die laatste lijn, hij liet hem in die wending een beetje lopen zo. En toen moest hij hem even zo oppakken. En heel verwonderlijk is, als jullie dat ook mee gezien hebben, dat waar Patrice er hier 7 deed, dat hij toch met de 6 ging. Hij deed toch dus zijn eigen ding. Hij weer een bewuste, deed galop, zijn eigen sprongen bedoel je dan? Ja, hij deed die laatste van lijn. Minder, ja. Dus Patrice. Delevo. Ja, het is misschien ook nog wel aardig om uit te leggen. Delevo kijkt natuurlijk naar zijn eigen paard. Hier is een zusje. Ja. Marijn Dubbeldam en Maarten van der Heijden. Ook dol enthousiast bij de nulronde van Jeroen Dubbeldam. Maar van tevoren lopen de ruiters door de arena heen. Als het parcours is opgesteld, meten ze met voetstappen het aantal passen. Dan weten ze dus hoeveel passen hun paard moet rijden. Maar dat is natuurlijk weer anders als je dus nu... Hij krult zich zo op. Even horen. Top gereden. Hij krult zich zo op. Toch die 6 rijden, zegt Rob Eerens. De eerste van die 2 rondes komt nu. 22.000 man zijn muis en muisstil. Zo stil zelfs dat wij amper hardop durven te praten. Daar gaat Dubbeldam. Zo makkelijk uit. Ja, hebben we heel goed die bocht aangesneden voor de tijd. Ja. Nou komt de moeilijke driesprong. Ja. Ja, ja. Goed. Ja. Hij raakt ze niet aan ook. Fantastisch. Denk aan de tijd, Jeroen. Denk aan de tijd. Ja, niet te ruiken. Is goed. Nee, die tijd die redt hij. 40 seconden. Die is goed. Nu de laatste okser. Daar gaat die tijd is goed. Tijd ja, is goed. Ja. Haha. Wat een keizerlijke ruiter is het toch. Zoals hij weer op dat paard zit. En Emilia zit te genieten. Jij zit te genieten. Ah, dit is. Ah, dit is gewoon genieten, man. Hij heeft het hout niet aangeraakt. Gewoon fantastisch. Zoals hij hier bezig is om naar een medaille toe te rijden. Jongen, ja, die kan hem al bijna niet meer ontgaan, zou je zeggen. Welke kleur, dat weet ik nog niet, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij niet in ieder geval een medaille gaat winnen. Hij gaat echt een medaille pakken hier. Schitterend, wat hebben we een fenomeen in huis in Nederland. Oh, he's amazing. Really. Het geluk moet nu een beetje aan zijn zijde zijn en zo niet zullen de Fransen uit hun dak gaan. Ja. Ja. Ja, als Jeroen een fout maakt, dan wint dus Patrice Delevo het goud. Ja, ik denk als hij een fout maakt, dan ben ik bang dat het stadion bijna in zal storten. Daar gaat hij, Dubbeldam. Op Kassel. 1 is goed. Ook die is goed. Stijl sprong goed. Ja. Ja, hij ziet er heel goed uit. De eerste paar zag ik... Wat aarzelingen, maar... Nu de driesprong. Ja! Laatste beweegt, hoor. Oh. Ah, knap.
Franse publiek weet ook hoe laat het is. Ja. Oei, oei, oei. Blik op de klok. Gaat goed. Oei, nu. Die ene. Die ene. Die ene. Ja! Ja! Goud! Ja! 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 Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen! Ongelooflijk, fantastisch, mensen! Fantastisch, wat een triomf! Fantastisch, wat maakt hij het hier af. Hij maakt het ongelooflijk af hier. Schitterend! Wat een succes voor Jeroen Dubbeldam om hier wereldkampioen te mogen worden. Fantastisch! Schitterend gedaan! Ah, geweldig! En wat mooi voor de Nederlands paarden in het Nederland. En wat mooi voor het Springpaardenfonds. Geweldig. Ongelooflijk. Jongens, wat mogen wij trots zijn op deze man. Hij doet het hem. Hij staat daar. Hij zit daar op dat paard van Casal. Op dat paard heet Casal. Ja, hij beloont hem. Hij viert het feestje. Hij heeft gezegd van de week. Vindt eigenlijk dat je op je eigen paard wereldkampioen moet worden. Maar wat een ruiter. Wat een grote klasse. Want hij staat gewoon na 4 omlopen gewoon nog op 0. Ja, dan ben je een waardig kampioen, of niet? Jongen, jongen, jongen. Wat een ruiter. En oh, wat was het spannend, zeg. Wat was het spannend. Schitterend gedaan. Erend blij natuurlijk ook. Heerlijk, heerlijk. En Gerco Schreuder. Ah jongens, dit is geweldig voor paarden binnen Nederland. Dit is echt ongelooflijk. Tijd voor hemzelf, na die grote titel in Sydney. Waar eigenlijk niemand op had gerekend toen. Hier, daar zijn dochter links. En Maarten van der Heijden. Ja, en het is binnen het goud. Schitterend. Schitterend feest ook. Voor alles en iedereen die aan het succes heeft meegewerkt. Daar gaat hij. Voor die laatste. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik was met het Springpaardenfonds met Johan Heijns hier. En ik moet zeggen, ik was vrij zeker van medaille. Dat heb ik hardop durven te roepen gisteren. Maar Johan Heijns was gisteren degene die dit ook heeft mogen meemaken. Was zo zeker van dat hij goud zou winnen. Dus ik moet volgende keer ga ik Johan de volgende voorspelling laten doen. Hij was er echt zeker van. Hij was zo overtuigd van Jeroen dat hij dat ging afmaken hier. En dat is geweldig. Groot wat hij hier heeft laten zien in, hoe je toch bent of keert, in Hol van de Leeuw. Het voelde niet zo extreem agressief, absoluut niet. Franse publiek, kijk hier Delavaux met de felicitaties voor Dubbeldam, want Delavaux. Er was ook een sportief applaus van het Franse publiek. Natuurlijk geen gejoel en oorverdovend lawaai, maar het was wel een zeer sportief applaus. En Delavaux staat op zilver. En ik denk dat de Fransen na het zilver van het landenteam daar ook heel blij mee gaan zijn. Ja. Jeroen Dubbeldam, Rob Erens, Zenit SFN, het hele team wat er omheen staat. Ze schrijven echt geschiedenis voor Nederland vandaag. Typische geschiedenis. En iets wat niet makkelijker gehaald zal worden. 2 gouden medailles in de springsport op de wereldruiterspelen. Dit is werkelijk fenomenaal. Want hier staat het. Dubbeldam kan dus niet meer worden achterhaald, dat is duidelijk. 4 keer 0, dat zijn toch eventjes scores hoor. Zo, gewoon 0 na 4 omlopen. Bengtson. Dat zij de goede mentaliteit heeft en met emotie kan omgaan, daar komt toch een stukje druk bij op dat moment. Je bent bijna zeker van medaille en dan wordt toch weer, zet je de kar weer op zijn kant. Dus, maar mooi afgemaakt. Ja, wij hebben de eindstand van het WK springen, de wereldruiter spelen, de grote finale. Daar staat de grote winnaar, Jeroen Dubbeldam. Zij heeft brons, BZ Madden. En het zilver is voor Patrice Delavaux uit Frankrijk. En Rolf Göran Bengtsson, geen medaille voor de Zweed. Hij wordt 4e. Emiel Hendrik, bedankt. Jij gaat naar beneden. Jij gaat mensen feliciteren, neem ik aan. Jij gaat verder genieten. Absoluut. Ik ga het succes met hun delen. Ja. Ik dank voor de uitnodiging en tot gauw. Jo. Dan
slokje water. Hier zien we Dizzy Merendes en Jeroen Dubbeldam. Hier Jeroen met zijn dochter. Aha. Mooie beelden. Prachtig. Prachtig. Ja, schitterend. Wat een icoon voor de Nederlandse springsport. Ja, met deze beelden. Jeroen Dubbeldam, straks de huldiging die we nog ongetwijfeld u zullen laten zien hier in het stadion van Caen. We hebben dus een gouden medaille bij de wereldruiterspelen voor Jeroen Dubbeldam bij het springen. De La Vaux uit Frankrijk met een zilveren medaille. En Bizzy Merren uit de Verenigde Staten wint brons.